de dwaalsters te worden. Moet je gewoon ergens aan het kerk gaan vallen. Eist de nodige burgerslachtoffers. Maar het zwaarste bombardement moet nog plaatsvinden. 1 oktober 1944. De Britten hebben Duitse tanks waargenomen in de omgeving van Huissen. De dag erna bombarderen 72 geallieerde vliegtuigen Huissen nagenoeg plat. Meer dan 150 burgers komen om. Ja, en binnen weet je niet wat je ziet. Het is onbeschrijfelijk. Mannen, vrouwen, kleine onschuldige kinderen. De ene rij na de andere. Ik herkende ze aan hun kleren, want sommigen waren zo. Die lugubere beelden, daar kom je nooit meer van los. De graafplaats is ook langzamerhand een waar gedenkpark geworden. Met natuurlijk het massagraf, waar alle slachtoffers liggen van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook het Exodus-monument, de Luisterkei. Bij het brandbombardement in de nacht van 13 op 14 mei 1943. Boshoven Hermanus, 33 jaar. Nijenhuis Lambertus, 34 jaar. Bij de bombardementen op Arnhem en Nijmegen op 2 februari 1944. De koning Bernardus, 17 jaar. Van Delen Theodora, 19 jaar. Eerden Geertruida, 8 jaar. Eerden Hendrina, 11 jaar. Eerden Hendrikus, 10 jaar. Eerden Hermina, 12 jaar. Eerden Hermina, 13 jaar. Eerden Jacobus, 15 jaar. Eerden Jacobus, 20 jaar. Eerden Johanna, 17 jaar. Eerden Johannes, 6 jaar. Eerden Johannes, 54 jaar. Eerden Theodorus, 3 jaar. Berensen Cornelis, 81 jaar. Berensen Nerings Maria, 83 jaar. Meijer Johannes, 51 jaar. Bies Kamperman Aleida, 85 jaar. Daniel Christianus, 38 jaar. Egerschot Gosselink Maria, 68 jaar. Van Goetem Johanna, 10 jaar. Gries Hendrika, 39 jaar.
zijn. De eerste aanvallen van de geallieerde legers op 17 september rukten Duitse troepen op 18 en 19 september 1944 naar het noorden van de Betuwe. De inwoners deden verwoede pogingen om die opmars te stuiten. In Huissen is bekend dat een van die verwoede pogingen leidde tot het doen zinken van de veerpont aan het Looveer, waarmee de Duitsers extra tegenslag werd bezorgd. Het is heel goed dat wij vandaag wederom stilstaan bij de ellende die wij toen hebben meegemaakt in Huissen. Dat we daar zo'n prachtig monument voor hebben om ons steeds te laten denken aan dat moment. In de verte hoorden Huissenaren het kanongebulder en de Duitsers verschansten zich in de bommerts, de weiden en de sloten rondom Bemmel, Baal, Heuvel en Huissen. En groeven stellingen langs de Lingewal, met als gevolg dat Huissen dagenlang werd bestookt met veel en langdurig geallieerd geschut, wat veel doden en gewonden tot gevolg. En het is belangrijk om te blijven bedenken dat de vrijheid iets is wat we hebben gekregen in 1945 om steeds weer te verdedigen, nu en in de toekomst. Dank u wel.